Hij herinnert me. Machtig gezicht. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Goedemorgen, lieve patatjes. Mijn naam is Sergio. Welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag naar het Malieveld, want daar wordt gedemonstreerd door de boeren. Want de boeren zijn boos. Ze krijgen de schuld van alles. En terwijl het zij natuurlijk super hard werken. En zonder de boeren hebben wij geen melk en geen vlees en eten. En zuivel en yoghurt en melk. En dat had ik al gezegd. En een hele hoop andere zaken. En zij krijgen nu dus de schuld van een hele hoop klimaatproblemen en er worden regeltjes opgesteld en die worden weer veranderd en er worden weer nieuwe regels ingesteld en het is gewoon niet te doen. Dus ik ga ze even hard onder de riem steken. Mede omdat mijn zwager daar ook tussen staat en ik weet gewoon hoe hard zij moeten werken. We zijn al bijna op Malieveld. Het begint al een stuk drukker te worden en politie is aanwezig. Het schijnt al behoorlijk druk te zijn. En we gaan eens even kijken hoe het eraan toe gaat. Goed, welkom Carola Schout. U kunt gelijk en de Kamerleden dit grote spandoek hiervoor zien. Geen boeren, geen eten. En in feite... En het is natuurlijk fantastisch dat jullie allemaal met die spandoeken zijn gekomen. Maar misschien kan u nu even naar beneden. En dan mogen jullie hem straks na een spreker weer omhoog doen. Maar nu even niet. Wat een enorme opkomst. Geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Goed, Bart, bedankt. Hij geeft nou een zelfgemaakte kaas uit de Vallei. Dacht ik. Dankjewel. Carola Schouten, goed dat u hier bent als minister. Gisteravond om 9 uur, ik zag het op de sociale media, zijn de eerste trekkers uit Noord-Groningen vertrokken om via provinciale en rijkswegen naar dit Malieveld te gaan. U heeft het ongetwijfeld gevolgd. En u werd daar angstig van? Nee, ik vond het een prachtig gezicht. Ik zag de foto's van de ferry. Van Texel naar Den Helder. Ik weet niet waar die boeren staan, want die zijn volgens mij ook al heel vroeg. Die staan daar achteraan. Het was een indrukwekkend gezicht. En vanochtend kwamen wij allemaal naar Den Haag toe en niemand kon meer om de boeren heen. En dat hebben jullie wel voor elkaar vandaag. Doet dit u? Ik ben zwaar onder de indruk van dit protest. Ik vind het goed dat jullie naar Den Haag zijn gekomen. En ik begrijp ook waarom jullie boos zijn. Want Zeta van Kempema heeft heel goed geschetst dat het water jullie tot aan de lippen staat. Maar niet alleen jullie zelf, het gaat ook slecht met de natuur. En we moeten in dit land zorgen voor schoon water. Ik had gezegd twee zinnen en hij staat ver overheen. Goed, het is niet anders, het keert te groot. Ik vind het wel goed dat u hier bent. Zoals je ziet loopt het hier een beetje op zijn eind. Trekkers gaan er vandoor. ME's zijn aanwezig, politie zijn aanwezig en gele hesjes zijn aanwezig. Dus een beetje de vraag hoe rustig het gaat blijven. Zo, die zijn hier voorlopig nog niet weg. Ja, de buitenlandse media is er ook bij. Sta hier in het midden. Nou ja, het is wel duidelijk, de maat is vol.
gaan, maar het wil nog niet lukken. Zo, dat was met de demonstratie wel. Heb je het een beetje gezien op tv? Echt heel druk, ja. Echt knijterdruk. Dat is echt, het stond echt helemaal vol en er waren er meer tractoren die het veld op wilden. Er was gewoon geen plaats meer voor. Grootste files alle tijden volgens mij. Duizenden... Filerecord inderdaad. Files. Nou, de boodschap was helder. Duidelijkheid. Hopelijk krijgen ze wat ze willen en is het ergens goed voor geweest. Ja, precies. Dus laat verlaten ook niet voor niks een boerderij. Ja, dat doen ze ook echt niet zomaar. Nee, en ik vond die speeches van de Tweede Kamerleden wel een beetje... Niets zeggend weer. Nee, het is echt zo van, we moeten iets zeggen, we kunnen ze niet negeren meer. Dus het was heel van, en we zijn er voor jullie en we maken ons hart voor jullie. En dat ik echt denk van, weet je... Maar ondertussen. Het houdt een keer op. Nou, maar dat is vooral waar ik gewoon benieuwd naar ben. Het houdt een keer op. Die praatjes van het pappen en nat houden. We horen jullie en dit en dat. Het houdt een keer op. En het is gewoon niet echt zo van, als er niks gaat veranderen, dan komen ze over 4 weken terug. Ja. En dan... Niet meer zo vriendelijk allemaal. Nou ja, het was nu een goede demonstratie. Het was inderdaad gewoon wel een middelvinger hier en daar naar Jesse Klaver. Maar goed, dat hoort erbij natuurlijk bij zo'n demonstratie. Maar het was verder wel geweldloos. En aan het einde van de demonstratie kwamen er wat gele hesjes tevoorschijn en activisten. Dan merk je wel een beetje dat het sfeertje dreigt om te slaan, maar dat was gelukkig niet het geval. En het stond wel helemaal voor. Ze waren wel paraat in ieder geval. Maar gaat het volgende keer nog zo zijn? Want als mensen gewoon, ik had in het nauw maakt graag gesprongen. Als ze zich gewoon niet gehoord voelen en ze voelen natuurlijk dat de toekomst wordt bedreigd. Blijven ze dan nog steeds zo rustig? Ja. Dat is een beetje, de vraag. Maar ja, het feit al dat Richard daar naartoe ging, zegt ook al heel veel. Want hij is daar ook helemaal niet van. Dat is wel tekenend voor die boer inderdaad. Die wil gewoon werken en die wil gewoon melken en oogsten en harken en rooien en weet ik het allemaal hoe die dingen heet. Hè? Ja. Maar Jesse is het er roerend mee eens. Dat is. Oké, in ieder geval, ik was erbij. Het was een demonstratie zoals nooit tevoren. Dus, we staan achter jullie. Een stukje geschiedenis. Wij staan in ieder geval achter jullie inderdaad. En ik was er ook vandaag voor. De steunbetuiging, de burger was erbij. Doe even een duimpje omhoog als je het mee eens bent. Voor de boeren en de agrarische sector en voor de Nechtse fokkers en de champignonkwekers en de maisteelthouders. Maakt niet uit, knippen eruit. Ja. Niet vergeten te abonneren. En zeker weten. Tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog. Ciao. Ciao.